Dat carnaval er staat aan te komen, dat weten we ondertussen al wel. En wat we misschien ook wel weten, of wat opvalt, er komen hier en daar wat versieringen op uitstalramen enzovoort enzovoort. Wie dat allemaal voor elkaar krijgt, zijn Steven en François. Andersom, François hier en Steven. Ja, vertel even, Euse Karwei, hè, om Hans Heijs vol te schilderen, als ik dat zo mag zeggen. Ja, dat klopt. Dat is echt wel een... Ja, een periode van een tweetal weken, misschien zelfs meer. Het hangt af van het weer. Hey, mooi weer, slecht weer. En, ja, en diverse dingen schilderen op de ramen van cafés, bij particulieren eigenlijk. Maar overal, iedereen die belt, doen we. Als ik goed geluisterd heb, Steven, is het allemaal bij jou gestart. Jij bent de initiatiefnemer zoveel tijd geleden, of wat? Maar initiatiefnemer is een groot woord. Dat was nog klap over meer dan 30 jaar geleden, in de tijd nog van Groen en Wit. En verschillende andere cafés. En John vroeg dat aan mij, als hij dat niet schijnt. Ik ging toen naar de academie in Brugge. En John zegt, ja, schilder ik hier een beetje op de ram. Er was niemand meer aanwezig in Heist. En zo is dat begonnen. En dat maar meer en meer, allemaal voor mij. En op een gegeven moment was dat te veel voor mij. En toen vroeg ik aan mijn onkel ook, ja, ik kan je toch ook schilderen? Elke keer een beetje met mij. En ondertussen zijn we bijna samen 27 jaar bezig. Hè. Dan ga ik weer naar de onkel. Hè. Waar haal je die inspiratie vandaan? Wat worden de figuren als je dus nu voor het blote raam staat? Als ik, zo zeg, als ik het zo mag zeggen, ja, wat wordt het dan? Of zit je daar thuis over na te denken? Daar ga ik dat plaatsen, daar dat, ginder dat, enzovoort. Wel, eerst en vooral gaat dat ook over de cafés. Of de mensen die thema's van groepen, van karren die hier schminken, die dan vooral om, zoals hier, de thema's op de raam te schilderen. Vroeger was dat echt wel meer een beetje het plezante, het plezierige. Vroeger, bij John zei ze al, hoe vetter, hoe prettiger eigenlijk de raamschilderij. Nu gaat dat veel naar thema's. Maar toch zijn er nog verschillende plaatsen waar we een keer ons een dag mogen doen. En dat is eigenlijk wel heel plezant ook. Dat mezelf keer, en die tekeningen, en ja, we zoeken dat op. En, ja, en dat teken dat uit, en print dat uit. En toch wordt dat op de raam geschilderd. Als ik jou hoor zeggen, hoe vettiger, hoe prettiger, wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar vroeger waren dat echt wel ludieke tekeningen van carnavalisten. Een koe, een varken in het roze, een olifant in het roze. Weet ik veel, allemaal heel ludieke dingen die echt wel plezier waren om naartoe te kijken eigenlijk. Dus. Wat is voor jou de leukste dat je ooit al neergeplaatst hebt of geplaatst hebt? Maar dat zijn eigenlijk verschillende. Om specifiek één uit te kiezen, kan ik eigenlijk niet zeggen, maar lekker wat François ook zei. Vroeger hadden we meer carte blanche. En het moest gewoon grappig zijn, plezier, dan de mensen eigenlijk passeerden langs de ramen dat ze leuten hadden. Maar nu worden we meer dingen opgelegd. Het schilderen is nog altijd plezant, maar de vrijheid is wel weg. Het is meer zo'n specifiek thema's nu op de ramen. Dat is wel een evolutie dat we meegemaakt hebben. Hoe lang ben je er dan bezig voordat zo'n kunstwerk tussen aakjes klaar is? Maar je moet toch wel rekenen op per raam, gedetailleerd toch wel op een uur en een half per raam. Dus ja, maar natuurlijk, ja, dat hangt ook af van verschillende tekeningen. Hè. Maar je moet dan wel rekenen op een uur en een half, twee uur per tekening. Als je daar 2 uur aan werkt, dat betekent dat dat een flinke stuiver kost? Of hoe zit dat? Goh ja, maar ja, we doen dat eigenlijk echt wel... Goh, het moet plezierig blijven, versta je wat we zijn? En die mensen weten dat. En goh, dat gaat niet over geld, over dingen. Wij hebben daar veel plezier aan, de cafés hebben daar ook veel plezier aan. Goh ja, en het hoort er iets bij, maar dat is echt niet... Dat is niet we gaan er niet rijk van worden. Ik ga zo zeggen. Ben je nu met de eerste begonnen? Is dit de eerste hier vandaag? En, we hebben al enkele plaatsen gedaan. Dus, maar nu, bijvoorbeeld, ja, de Oosthoek is gedaan. En verschillende plaatsen zijn dat ook bij particulieren. En morgen ook nog. En volgende week nog. Van mensen bellen nu nog. Of zenden een berichtje. Kan je nog een keer langskomen bij mij ook. Dat wordt ook meer en meer gedaan. Mensen dus die langs het parcours wonen van de stoet, die zei ja, schilder maar eens op mijn ram, want de stoet passeert hier. En wat dat doen we. Zit er een bepaalde druk om op tijd klaar te zijn? Of hoeveel opdrachten krijg je in totaal ongeveer? Goh ja, dat is moeilijk te zeggen, maar de druk, ja, het is toch wel de bedoeling dat er een paar weken voor de carnaval... Dat bedoel ik. Ja, redelijk wel. Ja. Zo, laten we zeggen, tot volgende week, eind van de week misschien. En dan moet dat eigenlijk wel allemaal klaar zijn. Maar het zegt nog, het hangt af van het weer. Volgende week kwam ze behoorlijk van heel slecht weer. Als er één ooit kan je niet schilderen. Veel verstand heb ik er niet van. Ik zie hier een aantal verven op je plateau. Dat lijkt mij waterverf, zodat dat er gemakkelijk weer af kan, denk ik. Want anders is het ook niet goed, hè? Ja, nee, we schilderen echt met acrylverf. We leggen een basis. Ik ben dus fout. Ja, nee, dat is ook, ja, acryl is ook een basis van water. Maar je moet er wel een beetje goed op smeren, zodat dat erop blijft. Hè. Dus ja, en als de mensen daar die ramen moeten wassen, ja, dan mogen wij ons niet aantrekken. Dat is ons probleem niet. Hè. We moeten dik smeren.
dat er goed bij op staat. Dat is, okay. dat is de definitie van een mooie raamschilderij eigenlijk. Chance eigenlijk ook vandaag. Ik heb net opgemerkt 4 graden, dus je vingers gaan niet vastvriezen. Hè? Het is eigenlijk ideaal schilder weer eigenlijk. Ja. Echt, vooral, het moet vooral droog zijn. Een keer dat gedroogd is ook, dan mag het erop regenen. Dan blijft dat acrylverf. Hè. Maar sowieso moet je droge dagen hebben, anders kan je dat niet aanbrengen. En ook niet te vochtig. Maar het gaat erom over, like wat François ook zei, een raam is geen papier. Hè. Dus je moet altijd eerst een basiskleur, van dat je dan met geel of rood op gaat, zie je dat niet. Dus je moet altijd eerst alles meestal in het wit doen. En dat zien de mensen ook niet. Succes. En er wordt allemaal meer en meer gevraagd ook. Meer details, karikaturen, portretten. Maar je blijft op glas schilderen, hè. Dat is allemaal zo evident niet. Je moet het dus kunnen. Voilà, het is ook een aparte techniek. Kan zo zijn. Veel succes. Ja, dank u wel. Dank u. En voor jou ook natuurlijk. Hè. Heel vriendelijk, merci. Super. Dank u. Voilà, je kan het allemaal in de beide uitstalramen in Hans Heist bewonderen. Carnavals komt eraan, dat heb ik bij het begin gezegd, maar dat weet iedereen. Thank you.